De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft per 25 augustus twee leerstoelen erbij. Lydia Ori aanvaarde het hoogleraarschap in de leerstoel Agrarische Productie met de nadruk op klimaatslimme landbouw. En Henry Ori aanvaarde het hoogleraarschap in de leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie. In haar oratie, oftewel inaugurele rede, ging Lydia Ori in op klimaatslimme landbouwsystemen, waaronder ook de uitdagingen in de tuinbouw, doordat de teelt van verschillende groenten en fruitsoorten seizoengebonden is, is de productie afhankelijk van de natuur en is daardoor inconsistent. Het gevolg is vergrijzing in de landbouw. En daar moet de leerstoel op gaan inspelen. Wat zijn de verwachtingen van de leerstoel? De verwachting is dat de uitgevoerde onderzoekingen met betrekking tot de leerstoel in de periode 2021-2024 zullen leiden tot verbetering van de inkomen en levensstandaard op het platteland, verbetering van het economisch welzijn van de bevolking, een bijdrage leveren aan het nationaal inkomen, het creëren van werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan de concurrentiekracht van de economie, het bevorderen van de voedselzekerheid. Maar in de 10 jaar dat ik je ken, maar in het bijzonder de 8 jaren dat ik samen met jou heb gewerkt en in de afgelopen 6 jaar waarschijnlijk veel diepgaander heb gewerkt, denk ik, en misschien is denken niet het juiste woord, ben ik van overtuigd dat met name vanwege de houding die je hebt, en de koppigheid in positieve zin die je ook hebt, voldoende invulling kan geven aan jouw leerstoel de komende tijd, zodat kennis die nu misschien voornamelijk in je hoofd is, ook via met name promoties van andere studenten, je daadwerkelijk invulling geeft aan jouw rol als hoogleraar en kennis eigenlijk, you pass it on. Henry Ori ging in zijn oratie, wat is onderwijs ons werkelijk waard? In op wat hij hoopt bij te dragen aan de leerstoel. Middels het invullen van de leerstoel, onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie hoop ik bij te dragen aan een verder theorievorming en methodeontwikkeling in het veld van het voorbereiden, het ontwerpen van implementatie van onderwijsinnovatie in onderwijs. We hebben juist een interdisciplinaire wetenschapsgebied als innovatiestudie nodig om de geschetste complexe vraagstukken in onderwijs te kunnen bestuderen. We hebben vandaar ook gemeen dat we een viertal onderzoekslijnen zullen ontwikkelen. En u ziet het daar, de onderzoekslijnen hebben te maken met onderwijsbeleid, ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt, leren innoveren. Dat is op het niveau van de micro, de klas en de school en educatie voor duurzame ontwikkeling. Als grootste faculteit met op dit ogenblik 12 opleidingen, zal professor Ori alvast samen met de aankomende hoogleraar en alle andere wetenschappers binnen de faculteit het onderzoeksbeleid van de faculteit der maatschappijwetenschappen verder helpen ontwikkelen. Hierbij zullen al onze opleidingen hun bijdrage aan de nieuw te ontwikkelen onderzoeksomgeving van de faculteit kunnen terugvinden. ADEC-voorzitter Shanti Venetiaan heeft aan beide hoogleraren het instellingsbesluit overhandigd.